Hoe start je een Young Living essentiële oliebedrijf? Ik ga het je vertellen in deze video. Ik ben Anke van loveforoils.nl en ik help vrouwen de overstap te maken naar een natuurlijke lifestyle met de hulp van essentiële oliën. Start je een Young Living essentiële oliebedrijf? Nou, laten we beginnen met de allereerste vraag, hè, van waarom zou je dit überhaupt willen? Nou, ten eerste omdat het gewoon hartstikke leuk is om te doen. En ten tweede omdat het ook niet heel ingewikkeld is om te doen. Hè. Kijk, een eigen bedrijf beginnen. Over het algemeen heb je daar veel investeringen voor nodig. Hè. Investeringen qua financiën, qua geld gewoon. Hè. Ik bedoel, als jij een eigen freelance shop of zo wil beginnen, dan moet er heel wat geld achteraan gaan. Nou, dat is hier niet het geval. Het enige wat je nodig hebt om je eigen essentiële oliebusiness te starten qua producten, hè, qua voorraad, qua financiën, dat is gewoon je eigen Young Living starter set. Hè. Ik bedoel, als je dat hebt, dan ben je eigenlijk al op de plek om goed te vertrekken. Dus dat. Maar ook, hè, als jij graag mensen wilt helpen, als jij voelt van ik heb meer in mijn was, ik wil mensen helpen, ik wil mensen ook helpen op een natuurlijke manier voor zichzelf te zorgen en je weet gewoon niet zo goed van hoe doe ik dat dan en al die dingen, dan is een Young Living essentiële oliebusiness super leuk om te doen. Hè? Want op die manier kan je al je passies combineren met een mooi fysiek product dat je kan promoten. Zonder dat je zelf vanaf dag 1 het hele wiel opnieuw uit hoeft te vinden. Hè? Want dat is toch ook gewoon het hele gave aan dit alles. Ja, er is al zoveel. Hè? Ik bedoel, ik ben je voorgegaan. Mijn coaches en vriendinnen en helpers zijn mij voorgegaan. En met elkaar helpen we elkaar om hier samen een succes van te maken. Nou, wat is er dan nodig? Hè? Wat heb je nodig om een essentiële oliebusiness te kunnen starten? Hè? Om je eigen Young Living essentiële oliebusiness te starten? Nou, misschien niet wat je denkt. Hè? Ik bedoel, wat veel mensen denken is dat je heel veel kennis en heel veel kunde over essentiële oliën nodig hebt. Hè? Nou, dat is niet waar. Hè? Wat je vooral nodig hebt is passie en liefde. Passie en liefde voor dit product. Passie en liefde voor deze mooie oliën. Hè? Dat je er eigenlijk zelf gewoon verliefd op bent. Hè? Dus wat daarvoor heel belangrijk is, dat je natuurlijk zelf de oliën gebruikt. Zelf ervaart wat ze met jou doen. En daar vandaan jouw liefde, jouw passie gaat delen. Hè? Met de mensen om jou heen, maar met de wereld in zijn algemeenheid. Nou, dat is natuurlijk belangrijk, hè? Dat je dus de passie en liefde voor essentiële olie hebt. Dat je nog meer nodig hebt. Ik zei het net al, hè? Zijn natuurlijk essentiële olie. Hè? Dat je weet, dat je dus weet vanuit eigen ervaring en kan praten vanuit eigen ervaring wat de oliën met jou doen. En daar vandaan anderen kan inspireren en anderen kan helpen en anderen kan ondersteunen om ook te gaan ervaren, hè, wat deze bijzondere oliën voor hen kunnen doen. Dus je hebt dus ook zelf essentiële oliën nodig. Wat ik altijd zeg, de beste plek om te beginnen, hè, of je nu voor jezelf met de olie aan de slag wilt gaan, of daar ook een business mee op wilt bouwen, maar of allebei, hè? Want als je een business op wil bouwen, als je een eigen essentiële oliebusiness wilt starten, dan zou je ook voor jezelf met de oliën aan de slag moeten gaan. Want anders dan heeft het ook weinig nut. Hè? Ik bedoel, we willen niet zo'n autoverkoper worden die een bepaald merk auto koopt, verkoopt en ondertussen zelf in iets anders rijdt. Weet je, dat is niet echt, dat is niet oprecht, dat is niet authentiek. Dat is niet hoe ik een bedrijf wil runnen en dat is ook niet hoe ik wil dat mijn mensen hun bedrijf runnen. Hè? Dus je hebt zelf die essentiële olie nodig om te kunnen ervaren wat ze met jou doen en jij dus daar vandaan jouw liefde en passie van de essentiële olie wilt delen. En het derde ding wat je nodig hebt, dat is gewoon de drive, de wil, het verlangen om andere mensen te helpen. Weet je, mensen helpen. Dat moet wel een grote drive, een groot verlangen zijn. Hè, dat jij ook mensen wilt helpen een beter en mooier leven te kunnen leven. En de essentiële oliën, hè, die zijn daar een onderdeel van. Want essentiële oliën kunnen je helpen om een beter en mooier leven te gaan leven. Nou, wat heb je dan niet nodig? Wat je niet nodig hebt is een hele bak aan ondernemerservaring. Een hele bak aan essentiële oliekennis. En natuurlijk moet je gewoon de basisdingen weten. Hè. Maar hoe ik mijn
je bedrijf run, hè, hoe ik mijn essentiële oliebusiness run. Ik zie mezelf als een essentiële oliecoach en ik help mensen op een natuurlijke manier voor zichzelf te zorgen met de hulp van essentiële oliën. En dan hebben we het gewoon over dingen als ja, hoe je op een natuurlijke manier kan poetsen, hoe je op een natuurlijke manier voor je lichaam kan zorgen, hoe je op een natuurlijke manier met emotionele issues om kan gaan, weet je wel, dat soort dingen. Ik heb het niet over ziektes of al dat soort toestanden. Ik ben geen dokter, hè, en daar wil ik me ook ver van afhouden. Ik help mensen op een natuurlijke manier voor zichzelf te zorgen om gifstoffen, toxische stoffen, ook toxische emoties, hè, uit je leven te verwijderen. En daar zijn essentiële olie een heel mooi hulpmiddel bij. En dat is dus wat je nodig hebt, hè. Dat is niet, het gaat niet om, hè, dat degene die de meeste kennis heeft, dat degene die het meeste weet, het succesvolste gaat zijn. Nee, het is gewoon degene die. Het enige wat je nodig hebt is gewoon enthousiasme over het product, enthousiasme over de oliën. Ja, en de wil om mensen te helpen en de drive om dit te delen met de wereld. En hoe je dat dan precies doet, hè? Hoe je die essentiële olie kan gaan delen, ja, daar helpen we weer mee. Hè? Daar help ik je mee. We hebben een hele online training staan, hè, over hoe je hoe je het hele zakelijke deel van deze olie aan kan pakken. Wat voor manieren je de olie kan delen. Wat je dan zegt tegen mensen. Hoe je mensen daar kan bij begeleiden. Want dat is wat ik zelf ook heel belangrijk vind. Hè? Ik bedoel, ik ben niet in de business om zoveel mogelijk olie te verkopen. Ik bedoel, nee. Maar ik ben in de business om mensen te helpen een mooier en beter leven voor zichzelf te creëren. En de essentiële olie zie ik als een heel groot onderdeel daarvan. Dus het is mijn missie dat zoveel mogelijk mensen van deze olie gaan profiteren. Dat zoveel mogelijk mensen gaan ervaren wat de olie voor hen kunnen betekenen. En dat is niet door maar zoveel mogelijk olie te verkopen, maar om de olie onder de aandacht te brengen en de mensen die nieuwsgierig zijn en meer willen weten en meer willen ervaren, om die ook te helpen. Hè? Om dus wegwijs te worden van hoe gebruik ik dan deze olie en hoe doe ik dit, hoe doe ik dat, zodat ze ook echt de resultaten gaan halen die we allemaal willen dat je gaat halen. En dat doe ik zelf, maar ik heb ook essentiële oliecoaches, hè, die mij daarbij helpen. Dus iedereen die bij mij bijvoorbeeld start, hè, met een starterset, die krijgt zijn eigen essentiële oliecoach. Dat kan ik zijn of een van mijn coaches, hè. Dat verdelen we onder. En die maakt een start met je kitgesprek. Hè. Dan leg je gewoon uit van welke olie heb je, hoe kan je ze gebruiken. Die maakt een persoonlijk olieplan, hè, met alle nieuwe mensen. Van wat zijn je doelen? Waar wil je de olie graag voor gebruiken? Hè? Waar heb je ondersteuning nodig? Dan kan je deze olie gebruiken. En dan kan je op die manier kan je dat inzetten. Zodat je gewoon een goed startpunt hebt om van te vertrekken. En dus weten wat je moet doen met de essentiële olie. En dat doen wij dus, hè, voor alle nieuwe mensen. Dat zullen we maar zullen we ook jou mee helpen. Hè? Dat we jou ook gaan helpen en laten zien en uitleggen hoe jij dat kan doen. Hè? Dus hoe jij jouw mensen kan gaan helpen. Hoe jij jouw mensen kan begeleiden. Want dat is uiteindelijk wat we willen. Hè? Ik wil levens transformeren. Ik wil een movement creëren van mensen die op een natuurlijke manier zichzelf willen ondersteunen. Gewoon willen en gaan ervaren van hoeveel mooier het leven is als jij voor de natuurlijke varianten gaat. Hè? Op zoveel mogelijk, op alle gebieden. Fysiek, mentaal, spiritueel, maar ook emotioneel. Hè? Wat het voor je kan betekenen en hoeveel beter je gaat voelen als je je emotionele bagage los weet te laten. Als je gifstoffen los weet te laten. En dat en olie kunnen je daarbij helpen. Dus dat is gewoon zo ontzettend, ontzettend, ontzettend gaaf. En wil je daar ook meer over weten? Hè? Heb jij zoiets van, ik vind het eigenlijk ook wel interessant. Het zou iets voor mij kunnen zijn. Nou, ik heb een videootje wat hier wat dieper op ingaat. En wat gewoon wat meer vertelt over hoe dit allemaal in zijn werk gaat en dergelijke. Wil je daar meer over weten? Reageer dan gewoon even met yes of zo onder deze video. En dan stuur ik je even een berichtje met daarin het linkje naar die video. En zoals altijd, hè, vergeet ook niet, vond je deze video interessant, hè, om je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dan krijg je altijd als eerste bericht als er weer een nieuwe video online staat.